Ketier, Flink en Gorillaz verkoopt tabak. Checken zij de identiteit van jonge klanten. Radar zoekt het uit. We maken 3 verschillende accounts aan bij de 3 flitsdiensten. Ketier, Gorillaz en Flink. Vervolgens zal de 13-jarige Mare de deur open doen om het pakje sigaretten in ontvangst te nemen. We testen de identiteitscheck in Utrecht en in Arnhem. Allereerst, hoe gemakkelijk kan je als minderjarige een account aanmaken en tabak bestellen op Ketier? Tabak is snel gevonden. Heh, wat leuk! Ketier die biedt dus ook, als je sigaretten bestelt, een lekker biertje of wijntje erbij. Het is gewoon een pure snoepwinkel voor een 13-jarige. Ah, eerst een waarschuwing. Vervolgens de vraag. Nou, dan kan je gemakkelijk ja op klikken. En vervolgens betaal je. Bij Gorillaz krijg je geen waarschuwing. Alleen een notificatie dat er om een identiteit gevraagd gaat worden aan de deur. Hoppa, sigaretten in het mandje. Flitsbezorger Flink laat weten dat je €3,99 extra betaalt omdat ze een speciale opslagplaats hebben voor tabak en alcohol. En ook hier een leeftijdsverificatie die makkelijk te omzeilen is. We beginnen in Utrecht en Gorillaz bijt de kop af. Ja? Ja. Nee. Oh, dat is niet voor jou? Jawel. Oké. Okay. Ik heb hem wel nodig. Maar ik heb genoeg. Ja. Ik heb het beleid. Ik. Maar kan ik het gewoon niet meenemen? Nee. Maar ik heb hem niet bij me. Een foto ervan? Nee. Oké. Okay. Ja, sorry, dan kan ik hem echt niet geven. Oké. Okay. Oh, nou. Dit is precies zoals het moet gaan. De andere producten krijgen we wel mee, maar de sigaretten blijven in de handen van de koerier. She can keep the rest of the order. Yeah, we've taken cigarettes back and I'm gonna do a refund for the cigarettes. Alright. Ja, maar hoe doen de anderen het? We bestellen bij Ketier. Hoi. Huh? Ja. 11D, toch? Ja, 11D. Oké. Dank u wel. Zo, dat ging heel makkelijk, terwijl er heel duidelijk op de tas staat dat het om een 18-plus bezorging gaat. Nu is Flink aan de beurt. Hoi. Dank u wel. En even. Nou, Mara kan Flink gaan paffen. We doen het nog een keer, om er zeker van te zijn dat het niet om een incident gaat. Hoi. Dank u wel. Flink geeft wederom tabak aan de 13-jarige. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Ketier vraagt weer niet om een identiteitsbewijs. Maar ja, hoe doet Gorillaz het nu? De vorige bezorger deed het goed. Hoi. Kan ik je deze? Nee. Ja, sorry, dan kan ik hem echt niet geven. Deze rider boeit het geen zier. Thank you. Welkom. Bye. Good evening. Nee, wel gewoon. Mare krijgt tabak. Hoi. Echt een heel jong meisje. Ja. Door de stem te horen. Dat meisje ziet er ook heel jong uit, ze is ook klein. Dus er is niets, er wordt niets gevraagd. Ja. Dus dat wil zeggen dat al onze kinderen kunnen gewoon overal, waar ze ook zitten, dit laten bezorgen. Ja, dit is Wanda de Kanter, longarts en activist tegen de tabaksindustrie. Wat vindt zij van ons onderzoek? Ik vind het wel kwaadaardig van de distributeur, die, zeg maar, de mensen die deze jongens op pad sturen, ja, om dit aan meisjes van 13 te brengen. Weet je, ik vind dat echt, ik neem het die jongen niet zo kwalijk, want hij moet, het kost tijd en dan moet dat meisje weer naar boven, naar ID gaan halen, weet ik het allemaal. En stel nou voor dat hij aan die deur staat en zegt van nee, je krijgt het niet. Ja. Nou ja, hoe ingewikkeld wordt dat? Ja. Moeten zij als politie gaan optreden? Nee, uiteindelijk die eigenaren. En uiteindelijk kom je dan uit bij de overheid. Die moet natuurlijk zorgen dat er een vergunningstelsel komt. Dat je niet zomaar iedereen sigaretten mag verkopen. Want deze jongen weet ook niet hoe gevaarlijk het is. Nou, hier laten we het niet bij. We doen nog een test in Arnhem. Wederom met Mare en de 3 flitsdiensten. Gorillaz. Hoi. Dank je wel. Ketier. Hoi. Dank je, doeg.
en flink. Vragen geen enkele keer om een identiteitsbewijs. Structureel verkopen flitsbezorgdiensten rookwaar aan een minderjarige. Ik ga naar Den Haag om onze bevindingen voor te leggen aan de regeringspartijen ChristenUnie en D66. En die heeft dus sigaretten bij zich? Ja, ja, dus een 13-jarig meisje heeft nu de bestelling gedaan. Oké, okay. En eigenlijk hoort hij dus nu ook wel te checken of dit de 18-jarige is die hij voor zich heeft. Ja. Checkt het niet, gaat door, ja. En hier gaat het dus mis. Kijk, als wetgever zeggen wij, we willen geen tabaksproducten onder de 18. Ja, maar als dit de manier is waarop je controleert, dan gaat het gewoon nog niet goed. Nee. Daar gaat de bestelling. 13 jaar. Ja. Ja, ik schrik hiervan. Mijn tweeling is 13. En als je ziet hoe makkelijk ze dan via een app bijvoorbeeld aan sigaretten kunnen komen, vind ik wel echt zorgelijk. Ja, roken is natuurlijk hartstikke ongezond. De werkgever heeft de verplichting om zeker te weten dat als ik iemand sigaretten verkoop, dat die persoon boven de 18 is. Dat kan je nooit weten. Als je alleen maar op je website een tekst hebt, ben je 8 jaar of oud niet. Dat kan je gewoon niet weten. Nee. Dus ik vind dat een werkgever er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat je dat kan weten. Wat nu voor de bezorgdiensten? Krijgen zij een boete? Moeten zij verantwoording afleggen? Wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, ik vind dat die twee sowieso wel opties zijn. Want nogmaals, als je in de supermarkt iets koopt en of je verkoopt het aan een minderjarige, dan kun je daar ook voor beboet worden. Hè? Je kunt erop gecontroleerd worden, beboet worden. Ja, waarom geldt dat dan niet voor de flitsbezorgbedrijven? Ik ga ook het kabinet vragen, in de Kamer vragen, om ook te handhaven, om extra te handhaven. Als we met z'n allen zeggen dat we naar een rookvrije generatie toe willen, dan moeten we ook hier zeer serieuze stap opzetten. Ik ben nu in Amsterdam, want hier is het hoofdkantoor van Ketier. Ze willen niet voor de camera verschijnen. Dus ik kom zelf met het beeldmateriaal van hun werknemer, want ik wil graag weten wat ze hier nou eigenlijk zelf van vinden. Hallo, ik ben Van Radar. Oké. Okay. En ik wil graag iemand van Ketier spreken. Ik ga even navragen naar de vluchtkamer. Ja. Oeh, nou, voor de zekerheid houd ik de deur open. Het duurt toch wel lang. Helemaal goed. De deur kan zo open worden, dus je kan hem ook gewoon dicht laten. Ja, nee, ik dacht gewoon dat is handig. Dan kan ik zien wat er gebeurt. Ja. Want je weet waar het over gaat? Geen idee. Nou, bij Getir nemen ze de tijd. Ik zie wat deuren dicht slaan en dan ineens zie ik een teken van leven. Hallo. Goedendag. Ik ben Fons van het programma Radar. Ja. Is het mogelijk om de camera uit te zetten dat we dit even bespreken? Ja, we kunnen de camera even wegleggen. Zeker, vertel. Ja, want ik vind het niet heel prettig. Dus jullie, vind je het goed om loop ik met jullie mee naar buiten? Ja, dat kan zeker. Ik stond er als eerste even netjes voor, ik begin ook niet goed. Ja. Ik zal me eerst ook even... Fons. Sorry, nog één keer jouw verhaal. Ja, mag ik nu even het beeldmateriaal laten zien van hoe het gaat en dat jullie daar ook op reageren? Zodat we weten hoe jullie het ook echt daadwerkelijk serieus nemen en wat jullie eraan gaan doen. Kijk, we nemen het heel erg serieus, maar we kiezen ervoor om met de geschreven reactie te reageren. Ja. Dat is een kwestie van vorm. En ja, maar waarom? Waarom schriftelijk? Ik wil eigenlijk niet langer over in discussie gaan. Het zal serieuze inhoudelijke reactie zijn en het is absoluut een onderwerp dat we zeer serieus nemen. En het zal een reactie van Ketier zijn. Ik vind het wel ongemakkelijk om zo verrast te worden. Maar wij vinden het ook erg ongemakkelijk wat we hebben gezien, wat werknemers doen van Ketier. Dus dat is de reden dat wij hier nu staan. Ja, nee, we nemen het ook zeer serieus. Ja, dat is fijn om nu te horen. We zullen inhoudelijk reageren. Nou, dat is dus nog wachten op een schriftelijke reactie. Flink daarentegen wil wel voor de camera reageren op ons onderzoek. Nou, dus overduidelijk Flink. Hoi. Welkom. Fons. Hoi, Robin. Ik heb het dus mee. Ja. En vervolgens loopt hij weg. Ja. Hoe kan het dat een flink bezorger zo gemakkelijk tabak aan een minderjarige geeft? Ja, nou, voor ons gaat het daarom om die controles goed te doen. En dat niemand tabak, en het geldt by the way voor tabak en ook voor alcohol, zeg maar voor alle producten die 18 plus zijn, daar moet gewoon die levering goed gaan. En dat mag niet gebeuren wat jullie zien, 13-jarig meisje die... die tabak of ook bier kan bestellen, maakt niet zoveel uit. Dat mag gewoon niet. Wat gaan we er tegen doen? Ja, we zijn aan een gesprek met de nieuwe partij voor mystery shopping.
En natuurlijk het snelste waar we vandaag mee aan de slag gaan, is die awareness, zeg maar, met hubmanagers, met shiftleads, daarop itereren van oké, hoe ga je daarmee om, hoe volg je het proces, bespreken met je mensen, dus dat we daar gewoon een routine in krijgen. Ja. Dat gaan we zo meteen doen. Wat ontzettend flauw van Kathir om alleen maar schriftelijk te reageren. Wat staat er in de verklaring? Diezelfde dag gekregen. Er stond in, ze vinden het vervelend dat hun bezorgers niet om een identiteitsbewijs hebben gevraagd aan een 13-jarige meisje. Daarnaast melden ze de procedure hoe er om een leeftijd wordt gevraagd, wat dus niet werkt. En verder willen ze niet meer inhoudelijk reageren. Ja, ik krijg niet de indruk dat ze het dan heel erg serieus nemen. Flink was in ieder geval bereid om je te woord te staan. Ja, en ook nog met een toevoeging dat ze de geboortedatum gaan vragen voor klanten bij de afgifte als extra check. Goed. Dankjewel, Fons.